Mijn naam is Martin Hoebe. Ik ben directeur van de Hoebestein Groep. Mijn vader en moeder zijn begonnen in 1961. Het was destijds een gemengd bedrijf, wat heel normaal was voor Nederland. Mijn vader is al heel snel gaan specialiseren in een varkenshouderij. En daardoor ook in schaalgrootte ontzettend gegroeid. De visie van de Hoebestein Groep is om kringlopen te sluiten. Daar komen doelstellingen uit voort en wij vullen dat in door bijvoorbeeld te werken met natte grondstoffen voor de varkens. We doen dat middels biogasproductie, waardoor er minder methaan de lucht ingaat. En we doen dat bijvoorbeeld door warmte terug te winnen uit ventilatielucht. We doen dat ook middels zonnepanelen. De varkenshouderij in Nederland is een hele dynamische sector. We hebben heel veel verschillende schaalgrootte. Er zijn kleinere bedrijven, maar ook grotere bedrijven, zoals de Hoebestein Groep. Maar de kleinere bedrijven zijn meestal hele sterke, gezonde familiebedrijven, waaruit veel innovatie uit voortkomt. En wij zijn heel sterk in logistieke processen. En daarin inspireren wij elkaar. Onze vleesvarkens worden gehouden volgens het Beter Leven concept. En dat betekent dat onze vleesvarkens meer ruimte hebben, extra speelgoed krijgen en niet gecastreerd worden. En dit vlees heeft extra kosten en dat wordt betaald door de Nederlandse retailer en wordt dus ook verkocht in de Nederlandse supermarkten. De consumenten vragen erom en ik vind het fijn om die vraag te kunnen invullen. Voedselveiligheid is een heel belangrijk item binnen ons bedrijf. We doen dat middels indoor huisvesting, waardoor wij de input en output van alles wat binnenkomt en wat naar buiten gaat heel goed kunnen beheersen. We willen in balans zijn met de omgeving en met mijn medewerkers en de varkens. De hoofddoelstelling blijft rendement maken, zodat je financieel gezond bedrijf hebt. En dat is de basisvoorwaarde om duurzaam te zijn. Nederlandse consumenten zijn heel kritisch. Ik heb daar vaak discussies over. Dat is lastig, maar het helpt wel om aansluiting te houden bij de maatschappij. Dus over hoe mensen willen dat varkens gehouden worden. Want die mensen zijn ook tevens de consumenten. Dus ik vind het belangrijk dat die mensen een goed gevoel hebben als ze mijn varkensvlees eten. Ja, ik voel me ook heel erg nuttig als voedselproducent. Omdat ik gewoon weet dat varkensvlees heel gezond is voor mensen. Er zitten heel veel nuttige voedingsstoffen in. En daarnaast is varkensvlees natuurlijk bijzonder lekker. Elke dag pork.